Welkom, waarde kinderen van het internet, bij het vettig kwartiertje. Ik ben uw kwartiermeester Kaar. En zoals seks naast een spiegel, kijken we vandaag naar onszelf. Het kwartiertje bestaat nu al een jaar of 20, maar de belangrijkste vragen blijven onbeantwoord. Hoe gaat het met ons? Met mij gaat het goed, maar de dokter is in zitstaking gegaan. De andere knappe koppen zijn zoals steeds te vinden in onze geheime Discord-groep. Link staat in de beschrijving. Het vettig kwartiertje zit op YouTube, dat doe ik. We zitten niet meer op Twitter, dat is een roepwedstrijd. Op Facebook staat nog steeds een andere bibliotheek en die wordt verzocht door wie op dat moment goesting heeft. Tegenwoordig hebben we ook Instagram, maar gezien ik geen gsm heb, heb ik het gevraagd aan Alix. Hij zei Gucci fam en ik heb hem het wachtwoord gegeven. Als je daar met ons contact neemt, zal hij u te woord staan. Als je een mooi meisje bent, dan zal hij misschien proberen flirten met u. Sorry Judy. Verder vroeg een kijker me in belabberd Nederlands of wij shadowband zijn. We zijn een band, maar onze naam is 20 kwartieke, dus ik weet niet hoe dat die man zo'n fout kon maken. Moest hij geen meldingen gekregen hebben van video's, dan zou dat kunnen zijn omdat we op de zwarte lijst van YouTube staan. Het is hier leuk, maar er is wel weinig bereik. Gelukkig doen we dit hier niet voor het grof geld of de bekendheid. We doen dit omdat we het willen doen. En dat weten de kijkers ook wel. Daarom wil ik jullie bedanken om onze video's te delen met uw vrienden, maar bovenal met uw mama. Want elke abonnee die erbij komt, is dankzij jullie en ondanks YouTube. Of mainstream media schooiers die de alternatieve media willen controleren. Het gevolg is helaas dat sommige video's of berichten niet meer beschikbaar zijn. Steek het op de jeugdraad of andere instellingen met bijzonder lange tenen. Wij censureren onszelf niet, tenzij het moet van YouTube. Wij censureren ook uw commentaren niet, tenzij je persoonlijke gegevens vrijgeeft. Dat is doxen en dat is eerder iets voor de MSM. Als laatste wil ik nog vermelden dat we tegenwoordig marchandise verkopen aan democratische prijzen. Er zijn pullen, er zijn t-shirts, er zijn koffietassen en ook zoontassen of een schone pennenzak. Je vindt het allemaal op kwartierke.store. Stickers kunt u bij mij krijgen als je mij tegenkomt op 11 juli of een ander moment. Als er nog vragen zijn, schrijf het op een gele briefkaart. Je kent het adres. Maar als je snel antwoord wilt, vind je ons het makkelijkst op Discord. Wij zien u graag en ik hoop jij ons ook. En ik laat u nog met deze boodschap van de dokter. Als ik u nog eens zie, zal ik die zak over uw kop trekken.